Leuk dat je weer kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. Het is oktober en dat betekent dat het grove najaarsgeweld echt van start gaat. Deze maand keren wij onder andere terug naar 1914 en 1968, doen wij een sprong in een verdere toekomst en besteden wij aandacht aan nieuwe technologie. En het grove geweld begint vrij letterlijk met Mafia 3. Mafia 3 is het derde deel in de Mafia-reeks en wordt ontwikkeld door de nieuwe studio Hangar 13. De setting in Mafia 3 is een compleet nieuwe, namelijk 1968. Jouw speeltuin in deze open-world game is New Bordeaux, een stad die hevig gebaseerd is op New Orleans. Je speelt als Lincoln Clay, een man die net terugkeert uit de Vietnamoorlog. Wanneer hij erachter komt dat heel zijn familie vermoord is door de maffia, wil Lincoln nog maar één ding en dat is wraak. Ik heb al een hoop gezien van Mafia 3 en ik kan echt niet wachten om aan de slag te gaan. En nog een game waar ik enorm naar uitkijk is Battlefield 1. Op Gamescom kreeg ik al een goed gevoel bij deze game en dit goede gevoel had ik ook weer tijdens het spelen van de beta afgelopen maand. Battlefield 1 is een Battlefield game die als strijdtoneel dit keer de Eerste Wereldoorlog heeft gekozen. De game blijft trouw aan het vertrouwde Battlefield gevoel, in ieder geval tijdens de multiplayer. Ontwikkelaar DICE heeft ook gezorgd voor een heuse singleplayer campagne. Hiervoor zijn de verwachtingen hoog gespannen, want van Battlefield 4 werd destijds ook geclaimd dat er een singleplayer aanwezig was, maar deze werd niet goed ontvangen. Ook was de game bij launch nagenoeg onspeelbaar voor veel mensen. Laten we hopen dat Battlefield 1 deze problemen niet heeft. Ja, en dan, PlayStation VR. Ik behandel eigenlijk altijd alleen maar games tijdens Gamer Geeks Next, maar de PlayStation VR is zo'n groot ding waar je gewoon niet omheen kunt en deze compleet buiten beschouwing laten lijkt me dan ook heel gek. Zelf ben ik al een aantal keer aan de slag gegaan met verschillende games voor Sony's Virtual Reality bril. Hoewel ik de technologie absoluut heel tof vind en hier in de toekomst ook echt wel meer in zie, ben ik op dit moment gewoon nog niet overtuigd van PSVR. Het is leuk, maar de meeste games die ik tot dusver heb gespeeld voelden meer als, ja, tech demo's dan dat het echte games waren. 13 oktober verschijnt de headset samen met vele games. Let op, omdat ik weet dat niet iedereen het geld heeft om naar de winkel te rennen en PSVR direct in huis te halen, heb ik voor jullie de PSVR games in een aparte lijst gepresenteerd. Titanfall 2 is het vervolg op Titanfall dat verscheen in 2014. Titanfall 2 is net als zijn voorganger ontwikkeld door Respawn Entertainment en zij lijken echt te hebben geluisterd naar de kritiek die het origineel heeft gekregen. Het gevoel van Titanfall is nog steeds aanwezig. Je kunt nog steeds wallrunnen en in gigantische titans het slagveld onveilig maken. De basis is hetzelfde gebleven. Ze hebben vooral geprobeerd deze basis te verbeteren. De game introduceert nieuwe gameplay mogelijkheden zoals onder andere het kunnen sliden, de pulse blade wat eigenlijk gewoon een werpmes is en eentje waar ik tijdens het spelen heel enthousiast van werd, namelijk de grappling hook. Daarnaast is ook het wapenarsenaal en de customization uitgebreid voor deze sequel. Een grote klacht van de eerste Titanfall was dat het enkel een multiplayer game was en niet eens zo'n hele uitgebreide. Titanfall kreeg post-release wel updates die het spel leuker maakten, alleen veel spelers waren ze toen al kwijt. Dit keer zit er ook een singleplayer campagne in de game. Hierin wordt vooral de nadruk gelegd op de band tussen Pilot en Titan. Het lijkt er dus op dat ze veel hebben gedaan om de speler deze keer te pleasen. We zullen gaan ontdekken of dit ook is gelukt. Fans hebben een lange tijd moeten wachten op een echte nieuwe Gears of War game. Maar deze maand is het wachten eindelijk voorbij. Gears of War 4 is net als de eerdere games in de reeks een third-person shooter met de focus op een koffersysteem. In deze game speel je als JD Phoenix, de zoon van Marcus Phoenix uit de eerdere Gears games. Samen met zijn vrienden zal hij de strijd aan moeten gaan met een vijand die het bestaan van de mensheid bedreigt. Heb jij een PC met Windows 10 en heb jij altijd al eens een Gears of War game willen proberen, dan heb je geluk, want deze game verschijnt ook voor Windows 10. Er zijn eigenlijk te veel games om op te noemen deze maand. Bekijk de lijst voor het complete overzicht en begin maar vast met het schrijven van dat verlanglijstje. Zijn er games die jij meteen in huis haalt? Laat het dan even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamerGeeksNext. En dan is er ook nog een beste line-up voor PlayStation VR deze maand. Wie gaat er eigenlijk een PlayStation VR halen 13 oktober? Laat ook dat even weten in de comments. Volgende maand raast de storm van releases gewoon door en ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe Gamer Geeks Next. Tot die tijd veel gamesplezier, vergeet niet te abonneren op ons kanaal en houd onze Twitter, YouTube en Facebook pagina in de gaten voor meer nieuws.